Welkom terug, dames en heren. Maar ik moet zeggen, u bent een beetje vroeg, want onze gast is er nog niet. Peter van den Bent en Wim wisten dat eigenlijk ook niet, dat ik, want ik was plotseling verdwenen. Zij wisten eigenlijk niet echt waarom. Gert is hier aan de overkant. Ik dacht dat hij tijdig zou terugzenden met onze gast hier, maar u weet dat dat gaat. We zitten hier met Franstalig en Nederlandstalig, dus er is maar één originele. En ik heb er dan niet beter op gevonden om in te breken in hun programma, om de beker daar te gaan stelen. Gert Verheyen, met qui vous permet de prendre... Excusez-moi. Dit couple, man. Les gens en Flandre n'ont jamais vu ça. Donc. Bon, d'accord. Ne taclez pas. Allez, rendez ici. Zonder dat zij het wisten, want zij waren echt wel verrast. Dat was oprecht hun reactie. Daar komt onze gast binnen. Ik heb hem meegebracht. Voilà, hier is hij dan. Voilà. Het is de beker met de grote oren. Ja, hij moet wel even opgeblonken worden. En, ja, zijn nou, volgens mij hebben onze Franstalige collega's een flink bepoteld. Want ja. Er staan veel vlekken op, moet ik zeggen. Toen zei Gert onderweg. Nee, al een en ander heeft er mee uitgespookt. Ik zeg het, als we samen op reis zijn, dan dollen we wel veel met elkaar.